Goedemiddag met de klantenservice van de Weegwacht. Ja, goedemiddag. Ik zal meteen met deur in huis vallen. Kijk, zoals je weet, Turkije, belangrijke wedstrijd zaterdag, speelt tegen Nederland. Ja. En ik was even benieuwd of ik nog genoeg kan tuteren. Want zit er een max op? Moet hij opladen? Ik weet niet hoe die werkt, weet je? Nou, met een normale toeter kunt u 50.000 keer tuteren. Ja, 50.000. Dus ik neem aan dat dat wel voldoende moet zijn, toch? Voldoende, ja. Kijk... We zijn al redelijk ver gekomen dit EK, dus ik heb nu 4 wedstrijden al zitten tuteren. U heeft al veel getuterd? Heb ik veel getuterd. Als jij hebt gescheten, veeg je je reet toch ook af? Tuurlijk heb ik veel getuterd. Maar niet onnodig, want op een onnodige tuter staat 280 euro boete. Onnodig? Wat is onnodig? Turkije heeft gewonnen. Weet je wat onnodig is? Die haarband van Memphis Depay. Hij moet boete krijgen, Lan. Ik heb... Ik heb wel nieuwe tuters liggen. Goed zo. Voor Peugeot, Renault, een Kia. Oké. Ja, dat is eigenlijk wat ik heb. Die mag je aan kleine jongetjes en meisjes geven dan. Maar ik wil wel echt de tuter, weet je. Ik heb Mercedes. Ja, maar het zal je misschien niet verbazen. Ik ben plat gebeld vandaag voor tuters voor Mercedes, Volkswagen's en BMW's. Ah, ja, ja. Ja, ik heb er nog twee. Twee? Ik heb nog twee tuters, Mercedes tuters uit. Ja, die moet ik helemaal uit Almelo halen dan. Almelo, ja, is goed. Even kijken, dan heb je twee tuters, dus 100.000 tuters. Dan red ik die finale wel, denk ik, ja. Oké. Ja, dat komt wel goed. Maar dan kan ik jou dan weer bellen in de zomer voor die kwalificatie voor de WK. Dat kan. Maar u heeft dus heel veel vertrouwen in dit weekend. Tuurlijk heb ik vertrouwen, hè? Koeman brengt Veerman in, ik ga tuteren. Ja, Nederland heeft gewonnen tegen Roemenië. Nederland heeft gewonnen tegen Roemenië. Wij hebben gewonnen van Oostenrijk. Wat wil je een spelletje komen doen? Hè? Jij bent betuterd. Nou, er komen twee tuters naar jou toe. Dankjewel, man. Heel fijn. Als hij er is, even tuteren. Ik doe open.